Ik ben Mara en mijn hobby's zijn zwemmen, tekenen, op trampoline springen en lezen. Soms is het een beetje onhandig dat heel veel kinderen niet weten wat het is. Dus dan moet je het vertellen. En dan gaan ze vaak zeggen dat je je uitsloopt, hoewel dat helemaal niet leuk is. Nou, ze zeggen altijd dat hoogbegaafdheid betekent dat je een IQ hebt van 130 of meer. Ik zelf vind hoogbegaafdheid vooral gekenmerkt door het feit dat je buiten de kaders denkt. En heel ver door kan denken, heel diep door kan denken. Verbindingen kan leggen die andere mensen niet kunnen leggen. En dat maakt al meteen dat dat heel slecht door mensen herkend wordt. Want als jij verbindingen legt en gedachten hebt die andere mensen niet snappen, dan zijn ze in eerste instantie geneigd te denken, nou, dat zal wel niet kloppen. We hebben wel gezegd, het zou goed voor hem zijn om naar de 8-plus klas te gaan. In Leeuwarden, om ook andere kinderen te ontmoeten die hoogbegaafd zijn en elkaar lekker uit te dagen. En te ontdekken wat hij nog meer kan. De eerste dag ging het al mis, want we brachten hem heen en hij kwam terug uit school en hij zat hier huilend op de bank. En hij keek mij aan met zijn 5 jaartjes oud en hij zei van, mama, het is weer gewoon een basisschool, maar weet je wat, laat maar. Breng me maar gewoon weer heen. En ja, dat snijd je dan door je ziel en dan probeer je nog van alles. En hij kreeg zijn volgende depressie. En dat, wij hadden zoiets van, voordat hij nou weer helemaal emotieloos thuis zit. Leonardo scholen zijn scholen die, waar kinderen komen die allemaal op grond van een IQ-bepaling, en dan 130 is zo'n beetje de grens, daar ja, met allemaal gelijkgestemden in de klas zitten, in een afdeling zitten. Ik vind dat jammer. Ik ben er ook geen voorstander van. Mijn uitspraak is zoveel mogelijk samen waar het kan en apart waar het moet. En Leonardo kiest ervoor zoveel mogelijk apart en alleen samen waar het kan. Of waar het moet. Dus, en ja, dat is niet mijn lijn. Eigenlijk al degene die ze testen, die zei al van, nou, voor mij zouden deze kinderen het heel erg goed doen op een Leonardo-school. Dus je ziet hoe goed ze het hier op school hebben. Hoe het eigenlijk vanaf dag 1 zie je met plezier naar school gaan. En de uitdaging en ook sociale omgeving vinden waar ze gewoon opleven, dan denk ik, ja, dit is de juiste beslissing voor hun.